We staan hier bij de Hoenwaard, vlak onder de rook van Hattem. Dit is een uiterwaard die dus als een van de eerste uiterwaarden langs de IJssel onder water komt te staan. En zoals u ziet staan de huizen rondom in het water nu. Achter u staan inderdaad een aantal huizen midden in het water. Hoe groot zijn de problemen? Hoe groot worden de problemen voor hen, voor de bewoners? Nou, voor de bewoners zal het waarschijnlijk niet zo zijn dat de huizen onder water lopen. Zo zijn de voorspellingen nu niet. Maar er zijn al wel belemmeringen, want de weg komt onder water te staan. Dus dan wordt het waarschijnlijk met het bootje op en neer naar de vaste wal. Ja. Hoe extreem is deze hoogwatersituatie? Nou, dit is nog niet vergelijkbaar met 93 of 98, de laatste hoogwaters die we gehad hebben. Maar de IJssel die stijgt nog wel een end richting de waarden die we gehad hebben in 93 en 95. En de voorspellingen zijn nu voor 4 of 5 dagen vooruit. En dat levert nog geen calamiteiten op. Maar als de IJssel daarna nog weer doorstijgt, dan kunnen we wel richting die hoogtes komen. Ja. U bent rayonleider bij het waterschap. Wat is uw taak deze dagen? Nou, onze taak is met name om met de ploegen die we hebben, met de mensen die we hebben, om de dijken langs te lopen. Te kijken of er water door de dijk heen komt op plekken. En dat in de gaten te houden dat er geen zand meegevoerd wordt. Zodat niet de dijk ondermijnd wordt door het zand dat weg onder de dijk wegspoelt. Dat is onze hoofdtaak. En de stabiliteit van de dijk in de gaten te houden, dat het dus niet op een of andere plek weg gaat schuiven. Laatste vraag. Bent u als rayonleider nou blij met dit hoge water of is het een verschrikking? Nou, het is geen verschrikking. Kijk, het is onze taak en wij houden van ons werk en we vinden die taak gewoon heel leuk. Dus ik zal niet zeggen dat ik erop zit te wachten, maar ik vind het geen probleem om dit te doen. Ik geniet er wel van. Nog droge voeten? Ja. Het is nog niet zo. Oké.